Nou, hallo allemaal. Mijn naam is Merel. Dit is Io, zoals jullie hebben gehoord. Io die is dus 12 jaar. Het is een ruimtje. En wij zijn nu zo ongeveer 3,5 jaar samen bezig. Vanaf het begin ben ik hem al gaan trainen in de vrijheidsdressuur. Ik merk altijd dat hij dat heel erg leuk vond. Vooral omdat hij beloond wordt met eten. En daar houdt hij heel erg van, zoals aan zijn buikje wel een beetje te zien is. En vandaag gaan wij wat laten zien aan jullie, wat Io zoal allemaal kan. We gaan beginnen met het rondje draaien. Io, draai eens een rondje. Goed zo, jongen. Braaf. Nou, hij krijgt van mij als beloning een worteltje. Maar hij krijgt ook andere dingen, zoals appeltjes af en toe of lekker een stukje brood. Beentje? Beentje? Goed zo, jongen. Braaf. Een beetje die kant op. Nou, dat Io echt een ezel is, dat kon je vanmorgen wel merken. Want vanmorgen moest hij de trailer op. En daar had Io niet zoveel zin in. Hij was echt aan het ezelen. Hij gedraagt zich dan echt heel erg koppig. En dan kun je doen wat hij wil, maar dan maakt hij een soort van spelletje van. Om daarna lekker te gaan grazen. Maar uiteindelijk hebben we gelukkig wel de trailer ingekregen. Goedje. Zo, jongen, braaf. Ga. Ga. Goed zo, braaf. Daar heeft hij nou geen zin in. Nou, als Io een keer geen zin heeft in een kunstje, dan is dat helemaal niet erg. Dan laat ik het gewoon eventjes voor wat het is en dan vraag ik het op een later moment opnieuw aan hem. Het is heel belangrijk dat wanneer hij echt iets niet wil, om het dan ook niet door te blijven vragen. Want het frustreert enorm, ook voor Io. En het moet natuurlijk wel leuk blijven, voor ons allebei. Zo jongen, dat was de Spaanse pas, wat we lieten zien. Nou, het is onze eerste demonstratie vandaag, dus Io moet er ook allemaal nog een beetje in komen. Goed zo, braaf. Goed zo jongen. Goed zo, lieve. Ah. Oh, oh. Nou, laat ik hem even rollen. Hij wil nou heel graag rollen. Dan hoop ik dat hij dit jaar na het dood liggen wel overeind wil komen. Want vorig jaar had hij daar niet zo'n zin in. Kon ik trekken wat hij wou om hem omhoog te krijgen, maar daar had hij geen zin in. Ah, ja. Daar geeft hij er wel zin in. Kijk eens, Iotje. Wacht. Io. Io vindt de gastjes op dit moment interessanter. Laat ik het eerst even wat makkelijker voor hem maken. Kijk eens, Io. Laat ik hem even snuffelen aan het zweepje. Goed zo. Kijk eens. Wat doe je kijken? Io.
de gastjes blijven toch even wat interessanter. Nou, geeft helemaal niks, dan gaan we gewoon wat anders doen. Gaan we nou de spagaat laten zien. De spagaat is niet dat hij met zijn beide achterbenen in de spagaat gaat, maar met zijn voor- en met zijn achterbeentjes. Kijk eens, Iertje. Spagaat. Geduld is bij een ezel ook erg belangrijk. Spagaat. Even kijken. Nou denkt ze van, we gaan naar huis, kom, het is mooi. We hebben geen concentratie vanavond. Maar. 3 uur op de trailer gestaan. Ja, uiteindelijk. Geef dus een applaus, dames en heren. Kirsten en Luna, ze komen nog een aantal keren terug. Deze horse in animal event. Komt er lekker in, dus ze staan natuurlijk. Leuk dat u bent blijven staan. Zoals de introductie al zei, mijn naam is Twally Lukken. Ik ben een van de oud-dolfijnentrainers, orka-trainers, zeeleeuwentrainers in het Dolfinarium in Harderwijk. Dat heb ik zo'n 33 jaar gedaan. En een van de dingen die ik daar geleerd heb, is om met heel veel respect met dieren te trainen. En dat betekent dat je dus heel erg gaat kijken naar het gewenste gedrag, naar het goede gedrag, en daar zoveel mogelijk probeert voor te belonen. En het ongewenste gedrag, of het slechte gedrag, om dat te negeren.
En negeren is een van de dingen die wij heel slecht kunnen. Want wij mensen zijn namelijk altijd gewend om te kijken naar iets wat ons irriteert. En ongewenst gedrag is iets wat ons vreselijk irriteert. Dus daar gaan we naar kijken. En op het moment dat je kijkt, dan krijgt het dier op dat moment een beloning. Geen positieve beloning, maar een negatieve beloning. En een negatieve beloning is net zo goed voor een dier een beloning als iets wat positief overkomt. En als je kijkt naar hoe dieren leren, zo leren wij mensen ook. En dat heet met een mooi woord de leerprincipes. En bij de leerprincipes gaan we uit van het gewenste gedrag. En dat heet met een mooi woord een positieve beloning. En bij een positieve beloning moet je denken aan een aai, een knuffel, iets lekkers geven, hè, voedsel. Alle aandacht waarvan je hoopt dat het dier het leuk vindt. En op die manier het gewenste gedrag versterkt. Want dat is wat je wil. En op het moment dat je ongewenst gedrag hebt, en je zou dat kunnen negeren, dat lukt natuurlijk niet altijd. Want ik zeg wel eens als ik thuis kom en mijn hond zit op dat moment net mijn nieuwe bank die ik gisteren gekocht heb op te eten. Dan kan ik niet doen zo van, nou weet je, ik heb geleerd van Twanny, ik moet het negeren. Nee, dan zul je op dat moment echt wel iets moeten doen om het ongewenste gedrag te laten stoppen. En het probleem is, als wij dat doen, want we zijn heel goed in het corrigeren van dieren, en het dier stopt daarmee, dan zijn wij niet in staat om meteen te belonen. Want we zijn ook boos, we zijn gefrustreerd. Hij heeft net je nieuwe bank opgegeten. En dus het belangrijkste daarbij is, als je straft, als je moet straffen, probeer dan op het moment dat het dier het gewenste gedrag vertoont, daarvoor meteen te belonen. En dus het is eigenlijk, foei, braaf, goed zo, knapperd. En dat is iets wat je jezelf een beetje moet aanleren. Naast het trainen van dolfijnen, orka's en zeeleeuwen heb ik een eigen bedrijf en dat heet Zoo Animal Consultancy. En daarin geef ik letterlijk de verzorgers van allerlei dierentuindieren training op dit vlak. Dat houdt in dat ik al een kleine 20 jaar train met olifanten, giraffen, neushoorns, tijgers, leeuwen, apen. Met andere woorden, heel veel diersoorten. En dan zou je denken dat je dus bij ieder dier iets verschillends moet doen. En een klein beetje klopt dat ook wel. Want je moet natuurlijk wel kijken naar wat voor dier heb ik voor me. En je moet wel de ras-specifieke eigenschappen weten van het dier. En je moet ook weten ja, wat je dier leuk vindt en wat hij niet leuk vindt. En vanuit die positie ben ik op een gegeven moment ook met kippen gaan trainen. En het leuke van kippen is, niet zozeer dat ze lekker zijn op je bord voor heel veel mensen, maar dat ze dus super slim zijn. En dat weten wij niet. Want wij vinden kippen dom. Toch? De meeste mensen wel. Gelukkig, u niet. Heel fijn. Oké, maar het mooie daarvan is weer dat dat dan uitgroeit. Dat mensen horen dat ik met kippen train. Dat is wel bijzonder natuurlijk. Hè? Een kippenvrouwtje, een kippenfluisteraar. Weet ik wat ik allemaal aan mijn hoofd heb gesmeten gekregen. Maar de politie bijvoorbeeld is een van mijn grootste klanten. Dus ik ga met mijn kippen naar de politie. Of de politie komt bij mij. En ik leer ze dus gewoon timen. Want timen is een van de belangrijkste dingen die je moet doen op het moment dat je met dieren gaat trainen. En met timen gebruiken wij als dolfijntrainers een hondenfluitje. Waarom geen klikker? Omdat een klikker niet hoorbaar is onder water. Een hondenfluitje wel. En ik wil eigenlijk een paar kinderen hier hebben om eens te voelen hoe het is om te moeten timen. Ik heb wat klikkers bij me. Wie van de kinderen wil mij helpen? Mogen ook volwassenen zijn trouwens hoor. Ja, kom maar. Kom maar. Kruip maar gewoon door het hek heen. Ja, kruip maar door het hek heen. Hallo. Hoe heet je? Maxime, ik ben Twanny. Je krijgt van mij een klikker. Heb je ooit eerder met een klikker gewerkt? Oké, hij zit aan deze kant. Ik zal hem één keer voordoen. Hoor je? Oké, je mag nog even niet klikken. Voel maar even hoe je voelt. Hallo, hoe heet jij? Hallo lieverd, wil jij mij ook een beetje helpen? Krijg jij van mij ook een klikkertje? Hier zit het. Voel maar eens. Druk hem maar eens goed hard in. Ja, heel goed. Hou maar vast. Alsjeblieft. En hoe heet jij? Hallo Jada. Goed zo, jij kan het al een beetje, of niet?
Dat dacht ik al, dat hoor ik. Hallo, en jij bent? Carolina. Alsjeblieft, krijg jij er ook een van mij? Voel maar even hoe het aanvoelt. Oké. En nou is het van groot belang, als je gaat klikken, dat wil dus zeggen op het moment dat je dat klikje geeft, hè, dan heeft het dier op dat moment het gevoel, oh ik heb iets goed gedaan, daar krijg ik wat voor. En in het begin moet je natuurlijk eerst je dier aanleren wat een klikkertje betekent. Hè, want het geluidje heeft in de eerste instantie helemaal geen betekenis. Het is gewoon een klik, ja. Wat moet ik daarmee, denkt de kip. Maar omdat ik mijn kippen geleerd heb, na de klik meteen iets lekkers te krijgen, leren ze letterlijk dat het geluidje betekent, oh, ik heb iets goed gedaan. En uiteindelijk kun je de beloning weghalen. En dat zul je bij mij straks ook zien. Ik ga niet constant weer belonen met eten. Maar ik beloon met een knuffel en een aai en een braaf en een goed zo. Ik ga een spelletje met jullie doen. En het leuke is, een balletje. Op het moment dat ik een balletje in de lucht gooi, wil ik nog helemaal niks horen. Wanneer wil ik van jullie één klik horen? Op het moment dat het balletje mijn hand raakt. En dat heet timen. En voordat je met kippen wil gaan trainen, moet je eerst goed leren timen. Duidelijk? Ja, zullen we het een keer proberen? Oké, en dan denk ik dat ik een soort van drut ga horen, een soort van mitrailleur. En dan gaan we een beetje oefenen dat we tot één gezamenlijke klik komen. Ja, zijn jullie er klaar voor? Dan komt ie. Oeh, die was iets aan de late kant, hè? Ja, geeft niks. Dat is de eerste keer. Nog een keer. Die was al iets beter, hè? Je doet het hartstikke goed, jij. Knap het, hoor. Kinderen kunnen namelijk heel goed timen, hè? Veel beter dan wij. Wij denken te veel na. Komt ie nog een keer? Nou, hij kan nog iets beter, hè? Nog één keer? Die is goed. Hartstikke goed. Laatste. Oh. Gemeen, hè? Weet je, dit gebeurt gewoon af en toe. Soms ben je zo gefocust op het geven van die klik, dat je soms ook eens een keer verkeerd klikt. Dat is helemaal niet erg. Hè, dieren zijn heel vergevingsgezind. En ga daarna gewoon lekker door met je training. En dan zul je zien dat het allemaal goed komt. Oké, nou heb ik één van jullie nodig om mij even met de kipjes te helpen. Wie zou dat durven? Oh, allemaal. Ja, dat is lastig, hè? Weet je, blijf gewoon lekker in de ring, zou ik zeggen. En dan gaan we ons de beurt een beetje elkaar helpen. Goed? Oké, gaan we beginnen met... zullen we Plien of Bianca nemen? Twee zeggen Bianca, twee zeggen Plien. Dat wordt lastig. We gaan ze gewoon even bekijken. Kom maar. Ze hebben het wel een beetje warm, hoor, vandaag. Loop maar mee. Kom maar. Ik vind het heel dapper, hoor, van jou. Ja, kijk, hou het voor de koeien vandaag. Nou, zit hier een deurtje. En je ziet al, ze zitten daar helemaal in de hoek. Dat wordt een beetje lastig met pakken. Ik doe even mijn klikkertje weg. Dat is een beetje lastig, ja. Heel fijn, dank je. Nou, dit is Bianca. Plien, laten we nog even. Plien, laten we nog even binnen zitten. Zo. Even goed dicht doen. En met optillen is het van groot belang dat je de vleugels goed vasthoudt. En dan hebben jullie een beetje kleine handen. Dus ik zal hem even oppakken. En dan lopen we terug naar de tafel. Goed? Oké, kom maar. Denk om de vlauw, hoor. Ja. Nou, hier is ze dan. Je mag er aaien, hoor. Vindt ze heel lekker. Kom er maar bij. Hoe voelt dat? Gek en zacht. Hebben jullie ooit eerder een kip geaaid? Je had zelf een keer een kuiken. Die van jouw zus en je broer. Met jouw zus, die noemde de kip Melissa. En jouw broer noemde komkommer. Komkommer is wel een bijzondere naam, hè, voor een kip.
Ja. Oh, die van je zus is naar de kinderboerderij gebracht en die van haar is doodgegaan. Nou, ik hoop dat deze nog heel lang leeft. Hey, wat we nu aan het doen zijn, is eigenlijk al een beetje aan het trainen. Hè? Nou heeft zij natuurlijk wel geleerd dat ze geaaid kan worden door iedereen. Maar zal ik jullie eens laten zien, ik weet niet of ze wil eten. Ik heb het net even geprobeerd en toen had ze zoiets van, nou het is mij een beetje te warm om te eten. Ik weet niet of jullie dat kennen, dat gevoel. Als het te warm is, dat je niet zo'n honger hebt. Nou, ik heb wel hoor. En hier heb ik een beetje graantjes en een klikkertje. En hoe ik het gedaan heb, is eerst de kip klikken en ik geef hem wat voer. En dan haal ik het voer weg en laat ik het geluidje horen en dan krijgen ze weer wat voer. Klik, voer. En dat moet eigenlijk binnen 1 seconde. Klik, voer. En als je dat 4 tot 20 keer hebt gedaan, dan snapt de kip dat na het geluidje dat er iets lekkers komt. Nou, deze kent het natuurlijk al een beetje. En als je het een beetje geleerd hebt, dan kun je zeggen, oké, ik zet even het voer weg, want hij heeft ook geleerd om, of zij, het is een zij, om bijvoorbeeld met je stem te belonen. En dan kunnen we de kip van dichterbij gaan bekijken. Want een van de dingen die wij met dolfijnen bijvoorbeeld doen, en met orka's en met zeeleeuwen en met olifanten, dus ook met kippen, is even kijken of ze wel gezond zijn. Hoe kunnen we nou zien of een kip gezond is? Nou, zal ik het je verklappen? Dat kun je zien aan bijvoorbeeld de kleur van de kam. Kijk, deze is mooi rood. En de kleur van de lellen, die mag eraan zitten hoor, dat snapt ze allemaal. En als je een beetje onder een kinnetje aait, dan gaan de oogjes dicht. Vindt ze heerlijk. Is ook een beloning. En ook belangrijk is om te voelen of ze wel gegeten heeft. En als je hier voelt, dan voel je een bobbeltje zitten. Voel maar eens. Voel je? Een bult zit daar. En wat denken jullie dat dat is? Eten, ja. Dat heet de krop. En ik vind het altijd wel belangrijk dat ik weet of mijn kipjes gegeten hebben. Dus ik voel altijd even, zit er wat in de krop? Nou, bij deze wel. Die heeft al lekker een beetje graantjes gehad natuurlijk en een beetje gras kunnen eten. Wat ook belangrijk is, is dat we even kijken naar de kont. De kont van de kip. Hebben jullie wel eens een kont van een kip gezien? Nou, kom eens kijken. Kijk eens hier. Daar komen de eitjes uit. En dat noem je de cloaca. En die cloaca, die moet mooi schoon zijn. Want als er poepjes aan zitten, dat gaat opdrogen. En dan heb je een hele grote kans dat ze misschien verstopt raakt. Nou, deze ziet er heel mooi uit, zie je? En dan kunnen we voor klikken en iets lekkers geven. Hartstikke goed hoor. Keurig. En wat we ook kunnen doen is de pootjes bekijken. Kijk, en dan ga ik er overheen hangen. Til ik het pootje op en dan kijk ik even naar de nageltjes. Ja, dat is een. Dat hebben sommige kippen een beetje een vratje. He, dus dat vratje ben ik een beetje aan het behandelen al met een beetje spul. Nou, en deze kant kunnen we ook optillen. Zie je? En dan kunnen we de nagels goed zien. Zie je wat de grote nagels? En die hebben ze nodig, want kippen die krabben natuurlijk heel graag. Hè? In allerlei lekkere zandgronden. Hè? Dat vinden ze heerlijk, zoeken ze wormpjes. Maar wisten jullie dat je een kip ook kan leren om aan een touwtje te lopen? Net als een hond. Nee? Zullen we dat eens gaan oefenen? Wel bij een kat en een konijn, dat klopt. Maar een kip kan het ook. Ja, en dat heb ik haar geleerd door middel van die klikker. En iedere keer stapjes met het aandoen van een tuigje en een klikkertje en wat lekkers geven. En op het moment dat ze het tuigje om heeft, zo, kijk hoe ze dat doet, gaat achter de staartje langs. En dan moet je even helpen met die veertjes, dat die veertjes er goed onder komen. Ja, goed zo. Die heb ik speciaal laten maken voor haar, ja. En dan wacht, ik zal deze er even afhalen. Doen we die er zo aanklikken. Hou maar even vast. Goed zo. En dan doen we dat onder de buik langs. En dan kunnen we dat hiervoor vastklikken. Moet je wel goed omhoog zitten, want anders dan zit hij te strak. En dit moet ze allemaal, dus met middel van de klikker. Goed zo, knap het hoor. En dan krijgt ze wat lekkers. Leuk hè? Ja, maar ik ben nog niet klaar, want ze moet nog vast. Zo, en nu heeft ze het tuigje om. En dan mag jij het riempje vastmaken. Nee, valt mee hoor. Ja, goed zo. Knap het. Ja.
Nou, en zo kun je dus in principe met je kip gaan wandelen. Je zet hem op de grond. Zo. Nou zal ze, ze vindt het eng spannend allemaal. Oh? Ja, schat, doe maar. En dan moet je niet trekken, maar laat haar maar zelf bepalen of ze gaat lopen. En als ze gaat lopen, dan gaan we klikken en dan gaan we het lekkers geven. En zo leer je op een hele fijne manier, dus niet door middel van trekken of duwen, dat de kip kan gaan lopen. Nou, loop ze zelf. Oh, ze heeft, ja, goed zo, goed gedaan. Oh, hou er vast, hè. En ze vindt het heel spannend. Nou, dat is weer wat anders dan met je hond wandelen, of niet? Je moet toch wel een beetje geduld hebben, hè? Want dit is natuurlijk niet in één dag gebeurd. En nu laat ik haar nog een beetje zelf de route bepalen. En dat mag van mij. Ze mag in het begin een beetje zelf de route bepalen. Oh, de veertje. Ja. Oh, ze heeft de veertje. Zo. Nou. Dat is het zo'n beetje. Leuk of niet? Ze kan ook, we gaan kijken of ze nog met, misschien met een voetballetje wil ballen. Zal ik het even oppakken? Oeps. Loop je mee? Goed zo. Zetten we er even neer. Ja, pak maar een balletje. Of, ja, maakt niet uit. Welke wil je? Wil je die? Ik weet niet of ze het doet hoor. Ze is heel erg onder de indruk van jullie ook allemaal. Maar dat geeft niet. En belangrijk is, als je gaat trainen met het aanraken van een balletje. Hè, dan zullen we even deze nemen, die is ook heel spannend. Dat je dan op het moment dat ze kijkt, al klikt. En niet wacht tot ze het balletje aanraakt. Want wij zijn altijd heel ongeduldig, hè, met trainen. Wij willen alles in één dag. Nou, je moet er echt wel een paar weken voor uittrekken. Ik leg het balletje neer en let maar eens op wanneer ik klik. Ze zit bijna te slapen, zie je dat? Wakker worden. Ja, ze zit lekker in de zon natuurlijk. Misschien moet ze wel een zonnepetje op straks. Ja, dat helpt, hè? Nou, normaal gesproken, dan tik ze het balletje aan en dan klik ik en dan beloon ik. En als ze de volgende keer het balletje weer aanraakt, dan klik ik niet. Want ik wil hebben dat ze het balletje gaat rollen. En dan wordt ze een beetje gefrustreerd, want dan denkt ze, waarom krijg ik nu geen klik voor de eerste keer dat ik die bal aan heb geraakt en nu, hè, nu niet, de eerste keer wel. En dat komt omdat ik dan wil proberen haar te leren dat ze met die bal moet gaan rollen. En als dat goed gaat, dan pas klik ik weer. Dus ga iedere keer ga ik het een beetje moeilijker maken. Ja, alleen nu zit ze echt zo wat te slapen. Ze valt bijna om van slaap. Ik zou hetzelfde hebben met dit weer. Hè? Ja. Ja. We gaan er zo terugzetten. Ja. Kijk, nou gaat ze al liggen. Ja. Helaas, mijn kip is in slaap gevallen. Ja, nou. Ik denk qua tijd dat ik ongeveer... Ik mag niet, denk ik, verder, want anders dan sta ik hier de hele dag in de ring en dat, ik wil de anderen ook wat gunnen. Mochten jullie nog interesse hebben, hè, want het gaat natuurlijk, het is altijd zo, hè. Het is altijd zo dat je laat zien hoe het gaat en dan gaat het natuurlijk niet. Mochten jullie interesse hebben om eens te kijken hoe het wel lukt, ik heb wat filmpjes bij me. Ik sta in de stand daar bij het kippen, www.stable rental, oh nee, dat is de tent. Bij de kippen sta ik daar en ik kan zo even mijn laptopje opstarten. Dus als jullie geïnteresseerd zijn, ik zou zeggen, loop straks nog even.